Recent ben ik begonnen met wat proefjes die ik wil gaan doen met LoRa op 868 MHz. Te laten zien hoe zo'n zendopvangetje eruit ziet. Dit is een 100 milliwatt zendopvangetje en dit is een postzegel. SMA connector. Het is werkelijk ongekend. Dit is het zendopvangetje. Dat wil zeggen een 100 milliwatt zendopvangetje. Het is een spread spectrum techniek. En het bereik met zo'n ding, ja, dat zou een paar kilometer zijn als je dat op een meter of 10 hoogte zet. Dit is een versie waar je zo'n RS-232 terminal aan kunt hangen. Je kunt dan een uitzending doen naar een tweede vergelijkbaar zendopvangetje. Dan is het ding gewoon een virtuele RS-232 kabel. Maar je kunt hem ook in een soort broadcast mode gebruiken. En dan, het ding is echt heel klein, hè. Maar in broadcast mode dan is het gewoon, hij zendt dan naar meerdere. Dus dan kun je meerdere RS-232 gebruikers tegelijk bereiken. Daarmee kun je dus ook een netwerkje maken. Dit is een 100 milliwatt versie. Er is ook een 1 watt versie van. Die is helemaal identiek, alleen het printplaatje is geel. En gebruikt natuurlijk wat meer stroom. Ja, dit soort dingen is erg zuinig met de energie. Volgens opgave zou dit ding een jaar lang moeten kunnen werken op een 9 volt blokbatterijtje. Het werkt via spread spectrum en het zal wel heel kortstondig zenden, hè, om zo'n batterijtje niet veel te belasten. En het vermogen wat aangegeven is, dat zal ook maar heel kort gegeven worden. Oh, valt een kattenhaar op mijn papier. Maar ja, ik ga er eens mee experimenteren. In de hele band is 25 milliwatt legaal. Dit zou volgens de fabrikant een ding zijn waar een CE-certificaat op zit. Ik probeer dingen altijd legaal te doen. Ik moet dat nog met volle zekerheid uitzoeken, want ik ben wel eens eerder tegen iets opgelopen dat het certificaat wat ze gaven niet helemaal kosher was. Dus dat wil ik nog eens even bekijken. Maar in de hele band is 25 milliwatt legaal, maar het is ERP-vermogen. Dus als je voldoende slechte antenne gebruikt op dit ding, dan is dat goed. Als die min 6 dB geeft, dan zit je binnen die spec. Er is een klein stukje van de band waarin ook toegestaan is om een half watt te maken. Er geldt wel een bandbreedte-eis, dus ik moet even kijken of dat ding daar wel aan voldoet. En anders gebruik je 1 watt dingen met een verzwakkertje ertussen. Het is wel een beetje verspilling, maar ja. Het is wel leuk als experiment. Ik wil vrij snel een bakentje ermee in de lucht zetten, zodat wat mensen hier in de buurt op bijvoorbeeld een scanner kunnen kijken of ze het ding kunnen ontvangen. Het bandje dat loopt van 863 tot 870, dus is best groot. En het grootste deel is 25 milliwatt legaal voor allerlei besturingstoepassingen. Ja, deze dingen zijn eigenlijk bedoeld om dingen te bedienen, of bijvoorbeeld een stoplicht, een draadloos stoplicht met een beveiligde verbinding op te runnen. Maar het is heel leuk. Je kunt de band tegelijkertijd met heel veel mensen gebruiken. Dat is ook omdat het elkaar allemaal niet stoort en zo. En er zijn meerdere toepassingen op mogelijk. De band is techniek neutraal, zoals dat heet. Dus er zit ook Zigbee op en nog een aantal andere zaken. En in Nederland is ook legaal, zijn ook andere banden. Volgens mij is in ieder geval 433 legaal. En ik zag ergens ook 167 MHz nog. Ook daar zijn van die dingen voor te koop. Maar ik vind 868 wel het interessantste eigenlijk. Omdat dat toch een behoorlijk grote band is waar er allemaal ruimte voor is. Hè? Nou, we gaan er eens mee spelen. Ik ben erg benieuwd.